Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is echt een super, super deprimerende dag. Het is koud, het regent, het is gewoon helemaal kut. Maar vanochtend heb ik wel gezellig ontbeten bij het bakhuis. Super lekkere bakker hier in Amsterdam, dicht bij de HVA. Echt wat naast HVA. Met Maggie, want Maggie was hier gisteren nog blijven slapen. Super gezellig. En daarna had ik een meeting over 2023 voor mijn socials. Want Maggie is dus ook mijn manager. Je zou maar zo close zijn met je manager dat je samen in bed slaapt. Oké, maar ik was daarna naar de Action geweest. En ik wilde eigenlijk voor de pink stap gaan, maar ik kon het niet vinden. Ik heb net echt twee uur lang lopen janken, omdat ik me gewoon kut voelde for no reason. Dus niet dat jullie denken van wow, ze heeft echt een leuke dag. Want ik voel me gewoon kut, overweldigend. Ik moet nog steeds gewoon soms wennen dat ik hier woon. En gewoon fucking raar. Terwijl ik heb het zo naar mijn zin. Maar ik ben gewoon een best wel gevoelig persoon. Dus ik moest gewoon even huilen, weet je. En dan ga ik stal gewoon lekker FaceTime en bellen. En ga ik gewoon janken en mijn verhaal vertellen. En dan is het dan zo lief. En ik hou zo veel van hem. Oké. Ik heb gekocht als eerst de Reft. Want dat is gewoon cheaper daar. Vanish. Ik had pas een rode wijnvlek op mijn witte joggingsbroek. En toen dacht ik, I need Vanish. Dus deze. Een deo. Maar ik zie net dat de dopper af is. Dus waarschijnlijk heeft heel de Action dit gewoon gebruikt. Want hij voelt ook best wel leeg. Dus nou ja, was anders maar 1 euro. Een tapeje. Want ja, soms heb je gewoon tape nodig. En dat hebben we niet. Tandenborstels. Gewoon voor gasten als die komen slapen. En Verstan heeft er ook nog eentje hier nodig. Weet je, I'm cute. Een verlengsnoer, want mijn bank komt hier dus. Alleen daar is een stopcontact. Dus ik moet zo achter mijn bank langs, zo naar mijn tv, die komt hier te staan. Een verlengsnoer hebben en deze ziet er niet heel lelijk uit. Zeg maar, het is niet echt zo'n wit draad. Dus het is gewoon nog een beetje normaal. Cleaning wipes voor de toilet om het schoon te maken. En gewoon van die vochtige doekjes. Die zijn gewoon vet cheap bij de Action, dus dan is dat gewoon top. Hallo, hallo, hallo. Het is inmiddels avond. Ik weet niet waar ik mijn bed zo goed heb. Nou. Ik heb echt helemaal geen honger vandaag. Ik ben echt een soort... Het is vandaag echt niet mijn dag. Ik ben echt helemaal een soort... Sad. Ik weet niet waarom. Ik ga soep maken. Tomaat oregano. Dus ik ben benieuwd. Ik heb nog een havermout gekocht. En ik had deze cute tas. Ik vind hem zo leuk. En ik had een full spaarkaart. Dus ik had dit met mijn zegels gekocht. Ook vet handig. Want dit is een spel of zo. Ik kan een spoon, spatula en brush. Cream. Dit is oprecht zo chill als je echt geen zin hebt om te koken, maar wel veel groenten wil binnenkrijgen. Want ik gebruik meteen natuurlijk even mijn nieuwe shit. Hier zit zelfs de maat, zeg maar een maatbeker op. En je gooit gewoon die pan, die groenten in een pan. Je bakt het even, of je wrijft het even aan. Doe je die water erbij, die kruiden. En dan ga je het straks pureren en dan is het gewoon klaar. Hoe chill. Goedemorgen allemaal. Mijn krullen zitten gewoon nog steeds. Na 3 dagen. In ieder geval zit er gewoon een mooie slag in. Dit is toch gewoon perfect. Maar. Oh, het is vandaag dinsdag. Ik word echt wakker. Toch echt welke dag is het? Het is al weekend. Wat moet ik doen? What the fuck is happening? Het was gewoon dinsdag. Ik moet mijn laptop ophalen bij Stan. Bij zijn werk. Want ik had die dus thuis laten liggen. Dus hij heeft die net opgehaald. En ik heb nu een soort primer gebruikt van Yves Saint Laurent. Gekocht bij Look Fantastic.
Het is echt top. Maar hij heeft zijn fucking trein gemist. Dus nu moet ik wachten. En Maggie is vandaag jarig. Maggie, mijn schat op je chat. Nu moet ik wachten. Kijk, dit is echt heel leuk, jongens. Oh, je krijgt wat ik hier staan. Er komen mensen van bol.com voor een verrassing voor Thomas. Oh mijn god, wat? Wat? Kijk, deze projectie. Nee, hoort het er ook bij? Nee. Nee, Thomas. Nee, ik zweer, waar geef ik mijn geld uit? Nee. Is dit? Wordt het erbij? Ja, kijk, hij gaat erheen. Oh. Ja. Ja, maar... Zij weet niet dat wij het allemaal nee. Zij zit oh my god. Ik ga stikken. Maar ik denk dus dat deze auto eraf wordt. Ik ga stikken. Ja, dat gaan ze daar projecteren inderdaad. Ja. Ben je niet zenuwachtig, nee? Ja. Het stroomt heel hard. Ja, het is stop. Wow, wow. Meneer, het gaat niet goed. Meneer! Het gaat omhoog? Nee! Maar wat gaan ze daarop laten zien? Ik ben benieuwd wat er in dat pakket zit, in die bol.com. Beter een goed pakket, man. Ja. Want Dit is gewoon deze effort, hè? Maar ik kan jou goed alvast... Sinterklaas! Kerst, man. Ja. Spannend! Hoi, hoi. 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 Oh my god. Ik ben even helemaal... Oh my god, wat lief. Alsjeblieft, deze wel. Heb ik er chocolademelk bij gewild? Ja, lekker. Havermelk of gewone melk? Gewone melk. Ja? Hoe leuk. Oh my god. Ik heb maar naar opgekomen met iets. Oh. Dan mag je ook niet naar kijken. Jeetje. Wat is dit dan? Oh my god, het staat een heel beeld. Nou. Nee. Goedemorgen, maar het is woensdagochtend. Ja, ik ga vandaag editen. Ik ga vandaag heel veel doen. En aankomend weekend is het kerst. En volgend weekend is het oud en nieuw. En... Nou wil ik jullie even wat van mijn favoriete make-up producten laten zien. Omdat ik er altijd zoveel vragen van krijg. Ten eerste koop ik al mijn skincare, mijn make-up, mijn haartools, alles bij Look Fantastic. Want ik koop daar eigenlijk al jaren. Het is cheaper. Ze hebben super veel merken die andere websites niet hebben. Ze leveren snel. Ze hebben super veel kortingen, kortingscodes. Ik heb zo ook kortingscode doorlopend half jaar. Sarah VL of zal hier in beeld staan. Dan krijg je dus... Ja, altijd super veel korting. Dus ja, vergeet niet te gebruiken. De kortingen verschillen elke keer per product ook. Dus ja, daarom kan ik niet echt één korting noemen. Maar ik wil jullie even mijn favoriete producten laten zien. En ik ga hem ondertussen ook een beetje opmaken. Ook mijn Olaplex, mijn Kerastase, al mijn shampoos en zo haal ik daar. En ja, daar ben ik gewoon echt heel erg tevreden en heel erg blij mee. Mijn bovenburen hebben nu kinderen op bezoek die het hele huis... aan het afrachen zijn. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ja, het is niet best. Ten eerste begin ik altijd met mijn favoriete moisturizer van Bobbi Brown. Het is een moisturizer primer in één. Super chill. Ik heb vanochtend al mijn skincare gedaan, dus daarom doe ik dat nu niet. Ik gebruik altijd The Ordinary. Heel erg chill. Deze Clinique dagcreme, die is ook echt top. Maar ze hebben dus ook allemaal haartools en zo. En pas ook tot mermaid hair gemaakt, van dat wavy hair. Daar hadden jullie ook heel veel vragen naar, maar die is ook van Look Fantastic. Dan gebruik ik mijn favoriete concealer ever van Shiseido. Ik kan het uitspreken. Deze is super dekkend. Heel mooi coverage. En super creamy. En dat vind ik echt... top. Doe even een paar spots. Ik hou niet heel erg van heel veel foundation. En daarom vind ik de Estée Lauder Double Wear heel chill. Want deze kan je dus echt opbouwen naar hoe jij hem wil. Dus je kan gewoon een klein beetje doen. Ik doe altijd voor een beetje wat meer kleur. Maar je kan hem ook echt opbouwen tot een full coverage foundation. Ik heb deze trouwens in de kleur 3W1.
En mijn concealer heb ik in de kleur 203 Light. En ik smeer dit uit. Altijd de laatste tijd met een kwast van Real Techniques. Ze hebben ook allemaal soorten Real Techniques kwasten en zo. Look Fantastic. Heel fijn. Echt. Ik gebruik al mijn make-up. Gebruik voor al mijn make-up een Real Techniques kwasten. Het smeert gewoon zo lekker snel en chill uit. Dan de Game Changing Product Ever. Zijn deze twee contour sticks. Deze is van Anastasia in de kleur Mink. Dit is een contour stick van Anastasia. Deze is wat assiger, zeg maar, wat donkerder. Dus die doe ik een klein beetje. En dan voor de wat warmere bronzy look gebruik ik de Bobbi Brown Foundation Stick in de kleur Neutral Almond. Dus die is wat bruiniger, zeg maar. Dus, en dit zo is de perfecte combo voor het creëren van schaduw, maar wel die. Fucking bovenburen, jongen. Ik word echt helemaal gek. En dit blend ik uit met een beauty blender altijd. Mijn everyday make-up lookje. Die ik eigenlijk gewoon altijd als basis gebruik. En dan bijvoorbeeld met een oogschaduwpalet of een wing. Of nepwimpers. Het wat feestelijk maak. Ik vind het gewoon mooi dat je niet zo'n hele plamuurlaag op hebt. Zo, 2018. Zo. Ik ben op het moment, heb ik een beetje een droog huid, dus ik ga het niet afpoederen. Maar anders poeder ik het af met de Laura Mercier. Deze heb ik denk ik al 2 jaar. Dit is wel een nieuw potje. Ik heb denk ik 1 potje per jaar over gedaan of zo. Best thing ever in my life. Oh, dit is mijn all-time fave. De Elizabeth 8 Hour Cream voor mijn lippen. Die doe ik altijd op. En dan heb je gewoon altijd mooie lipjes. Echt, bij elk product wat ik jullie nu vertel, meen ik oprecht uit het grond van mijn hart dat je dit moet kopen. En dat ik er echt, al zou ik deze samenwerking niet hebben, zou ik dit ook allemaal kopen. Want dit maakt gewoon mijn make-up. Dan de NARS blush. Je kan ook een bronzer doen. Ik heb deze van Anastasia. Vind ik nu niet echt nodig. Maar dan de blush Orgasm X van NARS. To get some color back. Super gepigmenteerd. Dus je moet er echt heel voorzichtig mee zijn. En dan brow gel in van Ico. Dat is gewoon een clear eye gel, eyebrow gel. Blijft gewoon goed zitten. Het is gewoon perfect. En dat was het eigenlijk. Dit is de non-make-up make-up look. Die je helemaal kan opbouwen met deze producten. Dus je kan in deze producten helemaal glammen voor de kerst en voor de oud en nieuw. Maar je kan er ook super mooie everyday looks mee maken. Dus dat vind ik gewoon het allerbeste van deze productjes. Trouwens, alle linkjes staan in de beschrijving. Dus kan je even checken. Ja. Vergeet zeker niet mijn kortingscode Sarah VLF te gebruiken. Ja, het is zo 2:30. Ik heb heel de ochtend geëdit. Dus voor mijn gevoel is echt gewoon nog ochtend. Ik heb even lunch voor mezelf gemaakt. Ik had nog een soepje over. Van maandag was dat. Lekker tomatensoep. Hele kom. Zelf gemaakt met zo'n vers pakket. Dat was heel lekker. Heel veel smaak. Wow. Ik wist niet dat hij zo lekker was eigenlijk. Ja. Very happy. En ik heb een soort mini vlamkoeken gemaakt. Ook heel lekker denk ik. Zo kan honger joh. Met kaas, rucola en een truffel pasta tapenade achtig. Dus een soort truffel vlamkoeken. Heel erg benieuwd. Zo random. Want ik flans maar wat in elkaar. Wat er in mijn keuken staat. Of in mijn koelkast ligt. Nog een oude wrap van een week geleden. Een beetje overgebleven kaas. Rucola. En die truffel. Nou. Zo random. Maar altijd lekker. Het smaakt altijd goed. En het gekke is ook. Ik zou hier nooit op komen als zou deze random ingrediënten niet in mijn koelkast liggen. Ik doe alles maar wat. Ik heb geen recept. Ik doe alles maar wat. Nou. Ik ga het allemaal even lekker opeten.
Jongens, er is iets heel ergs gebeurd. Ik was gewoon echt even lekker een koffietje aan het zetten voor mezelf. Ik denk, ik plof even op mijn bed. Heerlijk, gewoon even liggen. Waarom gaat letterlijk alles fout hier sinds ik hier woon? Is het gewoon volwassen worden en op jezelf wonen en alleen maar shit op shit op shit op shit meemaken? Want echt, ik word er niet goed van. Vanmiddag komt ook die bank binnen en ik durfde het eigenlijk gewoon niet te zeggen. Want volgens mij is er gewoon een soort ongeluk met die bank. Maar ik vraag me af of die nu wel gaat passen en of het allemaal gaat werken. Nou, dat gaan we allemaal zien. Maar nu is mijn fucking bed kapot. Echt. Ik ben er helemaal klaar mee. Hij is dus doorgezakt. Gewoon helemaal naar tot het eind. En toen ik hem dus had overgekocht, zat er al een scheur in die plank. Zeg maar, hij was nog helemaal nieuw in de verpakking. Dus dat was waarschijnlijk via met het bezorgen gebeurd. Of met het verplaatsen. Nou, mijn vader had het gelijmd. Hij is dus toch alsnog doorgezakt. Maar dat houdt natuurlijk ook helemaal niet. Maar mijn vader komt vanmiddag sowieso helpen met die bank. Dus hij gaat ook dat bed dan aan elkaar schroeven of zo, weet ik veel. Maar ja, dit is gewoon echt... Fuck my life. Nou jongens, mijn vader en mijn Stan hebben hier net weer lekker gegeten. Ik had spaghetti di aglio di olio. Ik had die juist een beetje gemaakt. Dus we hebben de keuken aan het opruimen en de bank is er nu. Ik ga even naar beneden kijken of het lukt. Let's pray that it will work this time. Anders geef ik het op. Oh no. Waar zijn ze nou? Hij is er, de bank. Ja, dit moet er afgehaald worden, dit blokje. Anders past hij dus niet door de deur, want dat was dus het probleem de vorige keer. Denken jullie dat het gaat lukken? Lukt altijd. Lukt altijd. Oké. Okay. Kijk nu eens of die, hoe het nu is. Klaar? Nee, dit is toch wel een zachte ding hoor. Zo. Ja. En? Ja hoor, pas gewoon makkelijk. Wat? Kijk eens, ja. Wacht even hoor, Eduard. In de blaag. Ja. Dat jullie dit kunnen, ja. Wacht, ik val. Wacht. Kijk uit alsjeblieft. Bijna ben je er. Ja. Oh. Even pauze. Nee. Oh. Gaat ie? Ik dacht dat het snel rijden. Oh. En wacht. Moet de deur even dicht doen, ja? Ik ben blij dat hij hier langs is. Dat ging misschien wel makkelijk, toch? Joh, die mannen hebben helemaal niet hun best gedaan. We hebben gewoon over die knop heen kunnen tillen. Kijk uit, van je hoofd. Wacht ervoor. Chill, man. Mag ik hier draaien, denk ik? Of niet? Ah, deze draait maakt niet. Ja, ik ga hem tillen. Kijk de vlog, hè? Ja, maar met mijn twee favoriete mannen. Die kunnen mij altijd helpen. Oké. Grip. Ja. Ja. Holy shit. Hoe kunnen jullie dit? Van dit? Kijk uit. Ja. Ja. Oh my god. Ja, maar dit had jij niet met mij of mama gekund hoor, pap. Ja, maar buitenland. Is het al een goede kleur? Ik ga er wel in. Oh my god. Did it. Oh my god. Ze deden het echt fucking makkelijk. Oh nee, fucking makkelijk. Oh, jee. Dit is perfection.
Hij staat. Ik weet alleen nog even niet hoe en wat ik wil, maar dit is in ieder geval perfect. Jongens. Finally. My couch is here. Ik ben nog een beetje aan het puzzelen hoe en wat het gaat. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij. Kijk, hij staat gewoon. Echt, het kleed past er zo goed bij. Die past er echt super goed bij. Ik ben er echt helemaal blij mee. Even mijn sloffies aan. Maar kijk, het is nu dus zo. Hier is echt wel een soort woonkamer vibe. Kijk. Helemaal zo. Ja, ik weet nog niet helemaal wat ik met deze stoel moet. Ja, dan heb ik hier gewoon even een krukje. Helemaal cute. En dan heb ik dit bankje dus nu even zo gebruikt. Maar nou, dat weet ik ook allemaal nog niet echt. Nou jongens, kijk hoe lekker. Even cinnamon roll gemaakt. Ah. En ik heb gewoon lekker mijn tv-hoekie. Zo leuk. Harry en Meghan kijken. En ja, helemaal blij met mijn kamer. Hallo allemaal, het is vandaag donderdag. Ik heb vandaag nog niet gevlogd. Ik zit al de hele dag op kantoor. En Cecile heeft een of ander weird ass fruit gekocht bij de, of nou ja, gehaald bij de Albert Heijn. Ik weet niet eens of het al rijp is. Of dat het hoort. Of dat... Wat is het überhaupt? Er zit niet echt ook wat in. Meer een soort appel of zo. Het is gelikt. Ik heb het gelikt, ja. Er is geen aloe vera. Ja. Ja. Nee, dat is zoet. Is het hard? Of ik bedoel, nee. Sorry, aloe vera. Het lijkt wel op aloe vera. Ja, inderdaad. Ruiken? Wow. Juicy. Mag ik eens ruiken? Ja, ik weet het niet. Het ruikt naar een kiwi. Wil je eten met schil? Kan dat denk je? Weet ik niet. Misschien ga ik dood. Ja, het is niet lekker. Een soort appel. Dat is toch best lekker op zich. Ja, maar dan een hele zure. Nou, is het goede appel. Ja. Je bent er. Fuck, waarom kopen mensen dit? Nou, genoeg. Klaar met de show. Oké. Okay. En dat is 10. Ik ga zo meteen naar mijn oude huis. In ieder geval, ik ga mijn stan mee naar huis. Ik ga bij stan eten en dan ga ik weer naar mijn ouders. En dan is het kerst. Die ook gewoon nog steeds hangen, die sleers. Oh, is dat veel ontzettend? Even gezellig. Misschien kunnen we even een vlog takeover doen in de stad. Als we gaan verhuizen. Is goed? Als je wil. Goedemorgen. Die teen is helemaal gepikeerd, hè? Oh nou, ik filmde niet. Filmde je me niet? Ja, heel allemaal. Het is vandaag. Wow. Het is vandaag vrijdag. Het is 1 uur momenteel en ik ga mijn nagels laten doen. Jee. Lekker precies voor kerst. I love it. Ik heb ze 3 weken geleden nog laten doen, maar er ligt dus wel een nagel af. Ik ben dus weer thuis. Gisteren ben ik uit werk met Stan vanuit Amsterdam naar huis gegaan. Vannacht ben ik Stan geslapen. En het regent zo hard. Het is zo kut weer. Niet te doen. Maar goed, ik ga nu naar mijn nagels. En vandaag ga ik eigenlijk verder niet heel veel doen. Het is inmiddels een tijdje verder. En ik heb me opgemaakt. Ik ga nu even langs mijn oma een flesje wijn brengen. En daarna ga ik naar mijn nicht en mijn nichtje. Terug langs, want ik heb voor haar dochter hele leuke schoenen. Iemand 36 hadden we over. Dus die ga ik even bij haar langs brengen. En nog een kerstcadeautje. Mijn nagels zijn gedaan en ze zijn zo mooi. Nou. Ze stelt niet scherp. Ik laat het zo even zien als ik stilsta met de auto. Want dit heeft natuurlijk helemaal geen zin.
Kijk, you can see it now. Hoe cute. I love it. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer avond. Ik heb echt de time of my life gehad in mijn eentje. Ik heb de hele avond Wednesday gekeken, de serie. Rode wijntjes gedronken. Ik heb echt 4-5 rode wijn op. Ik ben gewoon een soort aangeschoten. In mijn loner, maar I'm having the time of my fucking life. Soms kan ik het zo leuk in mijn eentje hebben. Dat ik echt denk, I don't need no one. Ik heb het gewoon zoveel leuker met mezelf. Dan met andere mensen. Soms vind ik mensen gewoon zo vervelend. Sorry. Maar ik heb echt bijna... Nou... 70% van deze cadeautjes dat hier ligt is van mij. Dus wat ik ga geven. Ik heb echt veel te veel cadeautjes weer gehaald. Maar zo leuk. Morgen met kerstavond gaan we dus die cadeautjes openen. Dus dit wordt ook echt helemaal een leuke kerstvlog. Kijk, hier is mijn kleine boefje. Die wil naar buiten, denk ik. Dus het loopt al heel de tijd te janken als ze naar buiten wil. Het heeft me wel echt beseft dat het echt heel erg leuk is om een kat te hebben. Zeg maar een kat. Je hebt echt honden en kattenmensen. Maar weet je wat het verschil is? Ik ben niet iemand die houdt van te veel aanhankelijkheid, te veel verantwoordelijkheid. Een kat geef je 1 keer per dag eten en dat beest vermaakt zich. Zeg maar, dat is echt, echt precies iets voor mij. Want ik, nou, dat hou ik zeg maar net aan in leven. Dus ja, dat. Dus ik heb echt een superleuk avond gehad. Lekker gechilled, lekker serie gekeken. Muziek geluisterd. Ik heb echt nog net een uur lang muziek zitten luisteren. Ik vind het zo lekker om gewoon keihard op die boxen hier die muziek aan te zetten. Mee te zingen en te schreeuwen en te dansen. Ik lijk echt zo mogol. Maar ja, ik ga lekker slapen. Morgen ga ik de hele dag mijn moeder in de keuken staan voor het kerstdiner. En ik hoop dat mijn ouders zijn nu op een feestje, by the way. Zo, lekker slapen. Jeugd allemaal. Het is vandaag vrijdag. Oh nee, het is wel zaterdag. En dus kerstavonddag. Ik heb mijn haar net even gekruld. Ik moet nog even uitkammen, want het is nu heel gekrul. En ik heb weer nepwimpers op gedaan. Ik ga vandaag de hele dag koken met mijn moeder. En ik ga mijn hele dag koken. En zo. Ik moet nog steeds nu wel een beetje uitzoeken. Ik hoop dat dit dan gewoon 3 dagen blijft zitten voor kerst. Laten we dat hopen. Nou, dit gaat nog even verder uitzoeken. Maar is in ieder geval top. Ik ga vanavond gaan we dus een HelloFresh kerstdiner maken. Dus dat is wel chill. Dus we hebben alle recepten, ingrediënten. Dat hebben we al. Ik ga het van jullie laten zien. Kijk, hier staat het dus. Als eerst hebben we een tartaar van koud gerookte zalm met kruidenolie en een broodje. Super lekker. Dan een romige aardpeersoep met truffelolie en tuinkers. Super lekker ook. Dan hebben we een geglaceerde beenham. Zo lekker. Met bijgerechten van een gratin, spergebonen en doperwten en salade. Nou. En dan als toetje een pavlova met passievrucht en bosbessenjam. Ook heel lekker. En we hebben dus ook een bijpassend wijnenproeverij. Dus dan hebben we bij elk gang een passende wijn. Super leuk. Echt. Vond het zo leuk. Okay, we hebben echt heel de dag in de keuken gestaan. Ja? Dit is het voorgerecht. Hier wordt het nagerecht nog van gemaakt. Het staat nu voor alles in de oven. En hier hebben we het vlees en de groenten. En er staat dus aardappelgratin nu in de oven. Ook heel erg benieuwd naar. En we hebben hier een soepje. Nou, helemaal zin in. Helemaal gezellig. Hallo allemaal, het is vandaag eerst kerstdag. Merry Christmas. Ik ben mijn vlogcamera kwijt. Ik denk in ieder geval dat ik bij mijn ouders thuis lig, maar ik heb al een tijdje niet gezien. Gisteravond was het diner super leuk en gezellig. Eten was ook echt bizar lekker. Ik heb een kater, jongen. Oh, ik kan gewoon echt niet meer tegen drank. Het is zo irritant.
Ik heb mijn snel nu thuis weer klaargemaakt. En nu gaan we naar Haarlem, naar Stans familie. Super gezellig. Ik ben alleen weer te laat. Zo. Hier echt. Allemaal spullen. Ja, ik ga verhaast. Ik ga nu meteen naar Stans oma rijden. Eeuw, wat zit mijn haar lelijk. Ik had helemaal mooie krullen gezet, denk ik, yes, voor heel de kerst, maar toen ging ze eruit en toen, daar rook ze binnen in dat café en nu stond ik helemaal haar naar rook, moest ik het wassen en ik had allemaal een soep. Hallo allemaal, oh my god, wat? Wat dan? Wat dan? En ik heb heel lang niet meer gevlogd, dat komt omdat ik kerst had met Stans familie. Dat heb ik gewoon helemaal vergeten te vloggen. Maar het was een hele leuke kerst. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Dit was eigenlijk alweer de vlog. Week echt super raar gaan. Altijd weer feestdagen ben je. Het wordt helemaal in de war. Maar goed. Wel heel leuk. Leuk gehad. Echt heel gezellig. Leuk gehad. Dus ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Oeh. En dan wil ik jullie heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now.